Ik heb gekozen voor een boek van Reggie Bai, Het kind met de Japanse ogen. Ik heb het boek gekozen omdat het gaat over voormalig Nederlands-Indië, Indonesië. En hij vertelt eigenlijk een familiegeschiedenis. Een geschiedenis die voor heel veel Nederlandse mensen niet zo bekend is. En dat is eigenlijk heel raar, want heel veel Nederlanders hebben roots op de een of andere manier in Nederlands-Indië. Hij beschrijft in het boek de geschiedenis van zijn familie. Met name zijn vader die daar gevochten heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook tijdens de politionele acties. De hoofdpersoon vertelt hoe hij als kind daar mee te maken heeft gehad. En met name zijn broertje, want zijn broertje werd geboren met Japanse ogen. En hoe dat nou precies komt, dat ga ik natuurlijk niet verklappen, maar het is een ontzettend spannend boek. Want je bent echt heel benieuwd hoe het nou eigenlijk in elkaar zit. Maar waarom ik het zo belangrijk vind, is dat hij heel duidelijk vertelt wat er nou eigenlijk daar in Indië gebeurd is. En dat is een deel van onze geschiedenis, onze koloniale geschiedenis. En hij doet dat op een manier waardoor ik denk dat heel veel mensen veel meer begrip zouden krijgen voor die geschiedenis. Dus daarom wil ik dit van harte aanraden. Het is bovendien heel goed geschreven, dus lees dat boek.